op die manier mogen we een inclusieve geschiedenis te schrijven en vooral ook tastbaar te maken. Was ook een vrouwtje en haar man was naar het postkantje.
Wie dat nou zouden zijn. Want ja,
zowel de commissaris van de Koning als de burgemeester van de stad hebben erop aangedrongen dat wij de datum van deze presentatie als een regionale geschiedschrijver. Hoe kunnen we laten zien dat de geschiedenis van slavenhandel en slavernij zich niet beperkt tot de overzeese gebieden, maar dat de doorwerking van dat gewelddadige verleden deel uitmaakt van onze nationale en regionale cultuur? Met onze gids voor stad en omland hebben we deze geschiedenis letterlijk op de kaart gezet. Mapping slavery, zoals het ook wij het ook wel noemen. Dat heeft eerder al tot soortgelijke projecten geleid in Amsterdam, Utrecht, Middelburg, Den Haag en Haarlem.